Vanavond wordt er gevochten. Alistair Overeem, MMA legend, tegen de new boy on the block, Jairzinho Biggie Boy. En ja, daarvoor zijn wij hier, want Topnotch is een supporter van Biggie Boy. Ik vond de verhouding tussen zijn trainer en er heerst heel veel respect tussen de twee, dat merk je. En ik denk dat zij ook met z'n tweeën wel voelen dat ze iets speciaals aan het neerzetten zijn. Want het is natuurlijk niet voor niks dat ze hier nu in Washington vechten tegen Alistair, een legend. Hiervoor heeft hij gewoon echt wel een paar hele spectaculaire KO's op zijn naam staan. En ik denk dat zij voelen dat als het vanavond de goede kant op gaat, dat dit misschien wel een vechtsprookje zou kunnen worden en zijn. Hoe ze praten over elkaar, dus inderdaad, ze kunnen elkaar de hele tijd lullen, maar als het gaat over wat zij gaan doen, dan zijn ze het gewoon compleet met elkaar eens, namelijk er gaat gewonnen worden en er is geen twijfel mogelijk. Wat staat er op het spel? Er staat natuurlijk alles op het spel, maar ook weer niets. Als hij vanavond weer wint, ja, dan zijn alle twijfels die eventueel mensen nog hebben bijna weg. Nog niet helemaal, denk ik. Maar twijfels zijn er natuurlijk wel, want hij heeft zo snel mensen knock-out geslagen en gewonnen dat hij eigenlijk niet zijn hele arsenaal heeft kunnen laten zien. Dus het is heel makkelijk om te zeggen nu van, ja, hij kan wel vechten, maar kan hij ook echt vechten? Hoe goed is hij op de grond? Wat nou als hij met een ander soort tegenstander te maken krijgt? En vanavond is denk ik Alistair de meest complete vechter waar hij misschien wel tot nu toe tegen heeft gevochten of gaat vechten. Hij zei gisteren ook nog tegen ons van hij wil hierna tegen Ngannou gaan vechten, het liefst. Nou ja, dat is hoe hij het ook zelf omschrijft, de boogeyman van de zwaargewichtdivisie van de UFC. Als hij vanavond wint en wint van die man, dan is het klaar. Dan ben je on top of the world. Is er niks. Er is binnen de vechtindustrie niets groter dan dat. Als hij dat zou doen. Ik moest wel de hele tijd denken aan het gesprek wat we gehad hadden met Jairzinho en Michael de dag ervoor, omdat Jairzinho al zei van ik denk dat Alistair tactisch gaat proberen te vechten tegen mij en dat hij er een lang gevecht van gaat proberen te maken. Dat had hij ook aangekondigd. Hij zei ik ga hem meenemen naar Deep Waters, wat betekent ik ga hem die vijfde ronde laten vechten, want die had Jairzinho nog nooit in zijn leven gevochten. Dit is het langste gevecht wat Jairzinho ooit gevochten heeft, ook kickboksen. Dus dit is sowieso het langste gevecht dat hij ooit gehad had en daar was hij wel op voorbereid. Hij had al gezegd van als we naar de grond gaan, gaan we naar de grond, daar ben ik ook cool mee. En hij kwam niet op mij over alsof dat bluff was. Yeah.
het was ontzettend spannend. Het is heel bijzonder. En ik had eigenlijk gedurende de wedstrijd begon ik langzamerhand de hoop te verliezen. En ik ben niet super gelovig, maar ik heb toch wel op meerdere momenten allerlei goden aangeroepen om hem te ondersteunen en te assisteren om uiteindelijk die klap uit te delen. Ik wist ook wel dat het zo zou eindigen. Als het zou eindigen, zou het niet op punten zijn, maar zou het een mokerslag zijn. Maar dat hij dan gewoon nog de finesse en de fitness heeft en de power om in die laatste seconde zoiets eruit te gooien. Ja, dat maakt hem natuurlijk de meest onberekenbare vechter op het circuit, vooral met zijn gewicht. En dat vond ik keihard en dat bewijst wel gewoon dat hij een hele unieke vechter is. Ik denk niet dat er daar veel van zijn. Ja, de toekomst van Jorginho, we hadden het er gisteren al over. Van dit kan zijn hele leven veranderen en dat alles wijst erop dat dat gaat gebeuren. De meest vooraanstaande MMA-journalisten roepen nu, hij is een van de grote breakthrough fighters van dit jaar. En ja, dat wordt nu links-rechts gezegd en je weet eigenlijk, dat is hoe Amerika natuurlijk uiteindelijk werkt. Is als de powers that be dat roepen, dan word je dat ook. En ik vond het ook vooral heel tof, heel veel vrienden van mij in Suriname die vertelden hoe ja, daar met duizenden mensen naar die wedstrijd is gekeken. Ik was vorige week ook in Suriname, sprak ik heel veel mensen die het ook heel tof vinden dat wij dat aan het doen zijn, wat ik heel leuk vond om te merken. In Nederland merk je dat niet zo heel snel, je merkt het wel met mensen die bezig zijn met die sport, maar daar, ja, dat leeft gewoon heel erg. Dat vond ik eigenlijk ook heel bijzonder, om na die wedstrijd, na die overwinning, dat te zien en dat terug te voelen. Ik vroeg me bijna af of ik niet liever daar was geweest dan hier aan de ringside. Ik ben gekomen van de bodem, maar vroeger waren niets. Meer money is meer problemen, dat boeide me never iets. Never stop in